President Chandrika Prasad Santokhi en zijn delegatie zijn vanmiddag teruggekeerd in Suriname. Het staatshoofd was in Glasgow, Schotland, voor de COP26 klimaatconferentie. De grootste klimaatconferentie van de United Nations Climate Change Conference of the Parties. De conferentie begon op 31 oktober en duurt tot en met 12 november. De delegatie bestond uit First Lady Melissa Santokhi Sinicheri en de ministers Albert Ramdin van Bibis, Silvano John Ahing van Ruimtelijke Ordening en Milieu en Armand Agaibersing van Financiën en Planning. President Santokhi werd opgewacht door vicepresident Brunswijk, diverse ministers en de DC van Para.